Binnenkort vieren we het feest van Maria ten Hemelopneming. En hier in deze kerk in Brugge, de mooie pas gerestaureerde kerk van onze Lieve Vrouw, kun je eigenlijk aan allerhande dingen zien waar het over gaat. Het brandglas hier dicht bij mij toont het op een wat eenvoudige, maar treffende manier. Ze staat op het onderste paneeltje, te midden van de leerlingen. Zij hoort bij ons. En ze is niet alleen, wij zijn niet alleen. De geest van Jezus is over ons. En dat leven komt ook bij Maria, je ziet het, hè. Er is een sprake van een soort ontslaping. Ze is niet echt dood, de liefde gaat niet dood. Ze overwint. En Maria, ook al is er een uitvaart, je ziet daar dat mensen een kist dragen. Uiteindelijk zal Maria, dat zie je heel goed, worden opgenomen in de hemel. En uiteindelijk wordt ze daar gekroond. Dat zegt alles over onze kerk. En dat zie je op weer een ander prachtig beeld hier in de kerk. Op een keer is Jezus aan het verkondigen. Hij is aan het preken. Heel veel volk rond hem. En vertelt de evangelist, hij wordt weggeroepen. Want zo zegt men, Maria, zijn moeder, is buiten en roept naar hem. En dan een prachtig antwoord van Jezus. Hij kijkt naar al die mensen en zegt, maar wie is mijn moeder? En wijzend naar die mensen zegt hij, dit is mijn moeder. Zij of hij die naar het woord van God luistert en daarnaar handelt. Kijk, dat helpt volgens mij enorm om te begrijpen wat we straks vieren bij dat grote feest van Maria. Het gaat niet alleen over die ene moeder van Jezus. Het gaat over u en het gaat over mij. Het gaat over de mensen die rond Jezus staan, die naar het woord luisteren en daarnaar leven. En hier in dat prachtig beeld, net in het midden van die enorme stelling, zien we dat het gaat om de kerk. Maria kijkt naar de mensen die hier normaal komen bidden. Het gaat niet louter om die ene vrouw. Het gaat om een gemeenschap die het evangelie levend houdt. Hebt u erop gelet dat het evangelie op de schoot van Maria ligt? Natuurlijk, alles is aan het veranderen. Onze wereld verandert, de kerk verandert. Ze staat in de stijgers. Letterlijk en figuurlijk, je kunt het zien, hè. Maar ze moet de moed niet opgeven. Want een leven rond Jezus, een leven vanuit het evangelie, dat gaat niet verloren. Het gaat om liefde, om aandacht voor andere mensen, om openheid. Wie aan die goedheid ruimte geeft, wie die goedheid draagt, wie die goedheid doet groeien, die gaat zoals Maria nooit verloren. En dat vieren we straks. Het gaat er hem om dat de hemel dan in ons bereik is. Dat we dan nooit verloren gaan. Dat we niet sterven. Dat de liefde eeuwig is en alles overwint. En dat is de enorme troost van dat prachtige feest.